Jongen. Ja? Ik ben wel heel benieuwd naar wat het is. Ja, ik heb geen idee. Ja? Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben vandaag samen met een paar hele leuke mensen, Huizen Knol plus Daniel, hier komt hij al aangerend. Daniel, wat gaat... Doei! En de garage is ook gewoon dicht, dus hij komt er helemaal niet in. Zal je voor hem open klippen? Komt ie! Zullen we hem aanrijden? Harder. Oeh, hij is net op tijd. Oh! Nee. Daniel! Hey, een hamburger. Komt u maar in de partylift? De partylift? Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is high. Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij, 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 blij. Je muis valt eraf. Of je kat. Timoe! Ja, Daniel, hallo. Dat is niet zo goed. Hey, in de glorie! Pak hier je feesthoedje. Wat leuk. Nou, dankjewel. Ja, loop maar verder. Dan moet ik hem hier wel opdoen, denk ik, hè? Natuurlijk, feesthoedje. Oh, what the fuck? Dat is hoe zie jij eruit dan? Ik zag geen verschil. Ik schrok niet van je neus, maar van... Oh, nee, dat is niet leuk. Oh, dat is helemaal klaar. Hey, mooie trui. Hey, welkom bij de club. We hebben ze allemaal. Hey, oh ja, dit voor de mensen die het niet weten. Dit is mijn verjaardagstruitje. Limited edition, zijn er niet veel van. Speciaal voor mijn verjaardag. Vandaag dus, 8 juni. En die staan nu al online. Sinds 12 uur. Dus het kan zijn dat ze al helemaal uitverkocht zijn. Want ja, limited edition. Dus dat is altijd een kleine oplage. Limited edition, man. Yes. Weet toch? Hier is dat feestje! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Ah, show! Oké, ik heb een hoedje op. Wow! Gaat u maar naar de feesttafel! Ja, jeetje! Wow, dit is wel echt heel erg leuk! Naar de feesttafel! Ik voel me ook bijna jarig, joh! Nou, dit is wel heel erg leuk hoor! Dit is wel echt lief! Oh, en we hebben zelfs even limonade! We hebben lekker sappie! Toppie hoor! Hé, hey, maar als ik dit zo goed bekijk, hè, is dit toevallig het feestpakket van Knolpower? Nee. Nou, dat zou zomaar eens kunnen kloppen. Ja, toch? Ik zou het ook bestellen als je jarig bent. Of is het toevallig een frisbee? Nou, nee, het werkt best goed. Het werkt best goed als frisbee. Ja, sick hoor. Dit is echt superleuk, joh. Gewoon een torentje hier gemaakt. En ja, allemaal bekertjes met bestek. En bestek betekent taart, hè? Ja, even zitten, oog dicht. Zitten. Zo! Wil ik ook doen. Gaan we naast de jarige Job zitten? Werkt dit zo? Zo'n lepel. Hé, hey, maar had je verwacht dat je een cadeautje zou krijgen? Nee. Wij hebben een leuk cadeautje voor jou. Wat heb je? Huizen Knol, hè? Is dat van Huizen Knol? Cadeau van Huizen Knol. Niet afblijven? Oh. Ja? Afblijven jij. Kom hier nog? We gaan kaarsjes op dan. Ik heb dan. Minst 27 kaarsjes. Nou. Maar voor de rest is het daar wel. Eén kaarsje is prima. Oh, over kaarsjes gesproken. We waren net aan het ontbijten. Want we hebben gisteren gingen we nachtvissen in een tent. Ik heb echt verrot geslapen en ik was heel chagrijnig vanochtend. Maar nu, hey, ik ben... Hebben jullie daar wat van gemerkt? Ik ben... Nee, niet. We hebben niet gemerkt. Was ik zei, ik doe dit nooit meer, zei ik. Ik ben zo chagrijnig. Ja. Maar ik ben nu weer helemaal vrolijk. Helemaal... Auw! Daniel, wat doe je? Wat doe je? Daniel! Auw, nee, kappen! Jij bent zo'n... Dat doet hij vaker. Dan maakt hij een knup, doet hij het om je vinger en dan gaat de kaart aan trekken. Oh, je kijk wat hij heeft gedaan. Maar we gingen dus nachtvissen en ik heb echt verrot geslapen, dat is niet normaal. Maar toen gingen we even ontbijten.
hier in het dorp. En dat was echt superleuk, want ze wisten dat ik jarig was. Nee, en, dat vertelde jij meteen. Ik vertelde dat ik jarig was. Toen ik binnenkwam. Heel hard, ik schreeuwde het. En toen kreeg ik een kaarsje. Ja, superleuk, kijk maar. Snel, 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 snel. Ik wil een wens doen. Oh, yay. Dankjewel. Alsjeblieft. Lekker, dankjewel. Dankjewel. Gewoon een kaarsje. Ik had een kaars in mijn scone. Is dat niet leuk? Superleuk. Nou, dat was helemaal geweldig. Nu moet je ogen dicht doen. Oh, die is zo leuk. Pam pa 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 pa. Ga kijken dan. Ik durf niet. Jawel, het is leuk. 3! Plants watering. 2! Oh. Wow! Een Pikachu! Wow! Heb je die zelf gemaakt? Ja, ik ben echt al 3 uur nachts bezig geweest hoor. Oh my god. Hij is echt cool. Zo sick. Ik had gewoon eten. Ja, dit is sick hoor. De oortjes, alles joh. Ja, echt heel mooi. Mijn naam goed geschreven. Hij heeft wel hechting gehad in zijn achterhoofd. Ja, nou, je moet niet naar de achterkant kijken. Dit is echt sick. Wil je lekker slapen, Mees? Jawel. Wij niet. Dit is zo leuk. Natnek. Hé, hey, Pikachu heeft gewoon eentje uitgeblazen. Wel de middelste. Dat is wel. Nee, die moet wel even aan. Kijk, 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 niks wow, aan de hand. Skills. Nou, nu blazen. Ja, ik vind hem echt wauw. Dit is serieus de dikste taart die ik ooit voor mijn verjaardag heb gekregen. Yeah. Ja, dat is echt zo. Nee, jongens. Ja, weet je waar ik wel bang voor ben? Als je nou een hapje neemt, dat je zo'n jolt krijgt. Elektriciteit. Een jolt, zegt hij ook. Ja, een schok. Dat was de aanval van Pikachu, ja. Jolt. Ja, ja, ja. Nou, weet je, ik ga even een wens doen. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Ik vind hem echt, echt heel nice. Hoe nice? Ja, super nice. Look at you, nee! No! Als Pikachu doodgaat, dan gaan ook zijn oren slap, toch? Kijk. Steek nu een mes in zijn kop, dan nog een foto maken. Wat ben jij vervelend? Wat doet hij hier? Hij hoort helemaal niet bij uit je klop. Nee. Wat doe je hier? Ik wil wel zelf in mijn Pikachu. Oh! Zo! Moet dat nou? Moet dat nou? Ik kan daar niet tegen! Ik heb een stiekem hap. Nee. Kijk. Gast, je hebt zijn hersens eruit gekregen. Ik heb een stiekem hap genomen. Ja. Lelijke natnek. Oh. Een stukje die kan op. Ligt in een stukje. Oh, echt? Ja. Nice. Wil je eerst de taart eten of cadeautje uitpakken? Oh, een cadeautje uitpakken. Dit cadeau, kijk, ik zal het even kort uitleggen. Wat moet je een man zoals jou nou geven? Het is moeilijk, hè? Heb je wel zo over nagedacht wat je jezelf zou geven? Ja, super moeilijk. Lamborghini Urus. Ja, precies. Kan. Is een beetje duur. Hè? Maar, laatst was je ergens helemaal... Echt helemaal gek over. Ik vond het geweldig, leuk. Je hebt het wel 5 keer gedaan. Wij waren er eigenlijk al een beetje klaar mee, maar omdat jij het zo leuk vindt, deden we mee. Ja, en Lars keek mij meteen aan en die gaf mij een knipoog zo van, dit is goed, hè? Dit is goed, hè? I got this. Ik weet echt niet waar jullie het over hebben. Toen dacht ik... Ik wel. Het is natuurlijk vet als je dit zelf kan uitvoeren op een veel grotere schaal. Pak het uit. Oh, ik moet zeggen, uitpakken betekent eigenlijk op hoofd, maar ik kreeg het niet ingepakt. Okay. Kan ik je helpen dan? Maar het is iets wat ik heb gedaan en wat ik zo leuk vond. Ja, ik vind dit helemaal geweldig. Ik ga het uit je dak. Ja, serieus. Ik ben met je plafond maakt zo. Ja? Ik ben wel heel benieuwd naar wat het is. Ja, ik heb geen idee. Ja? 3, 2, 1, go! Ja! Yes! Professionele bingo! Yes! Yes! Woo! Hey, we gaan meteen bingo spelen. Pak je kaarten, oh my god. Dit is gewoon een professionele bingo, gast. Kijk hoe groot deze is voor je. Wow, moet je deze ook horen ratelen? Dit is echt... Draai eens een rondje. Ja. Dit is echt sick. Ja, niet aan mijn apparaat van nu. Vanaf nu is hij van mij en niemand komt aan mijn schatje. Oh! Dames en heren, bal nummer 67. Hey, bingo! Ja! Oh! Ja! Hier zit
zit de rest bij, want je kan natuurlijk niet bingo spelen met alleen een rat. Je hebt wat meer accessoires nodig. En dit is natuurlijk high quality professional stuff. Ja, ik zie hier ook eerst het grote cadeau uitpakken. En dan pas dit. Dit is heel zwaar. Ja, wat denk je wat het is? Show de boebel. Ik denk de bonnetjes. Bonnetjes, ja, ja. Ja, 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 de lingo bonnetjes. Bingo? Bingo. Bingo bonnetjes. Ja, die heb je nodig. En dan hebben we hier, ja, de stempels! Weet je hoe ze heten? Nou? Bingo dabbers. Echt? Ja. Wat? Maar dan moet je het dus ook zo doen, hè? Zo. Oh. Bingo dabbers. Ik heb lang niet gedabbed. Ik heb lang niet gedabbed. Bingo dabbers. Ja, sick. Oké. Okay, wat een vet cadeau, jongens. Ja, dit is echt gaaf. Echt heel vet. En dan deze nog. Ja, ik weet niet wat dit kan zijn. Als je logisch nadenkt, je krijgt hier een. Ja, ik heb een bord nodig waar ik die ballen opleg. Hey. Dit is het speelbord, het bingo bord. En hier komt ook niemand aan, hè? Hey, dit is een schilderij van een foto. Oh, maar dit is echt een professionele set, hè? Ja. Dit gast, is echt een goede set. Jij kan straks naar al die bejaarden thuis toe. Ik gooi een keertje al deze ramen open. En dan ga ik hier zo zitten aan tafel. En dan daar beneden al die oudjes. Ja. Dit is top. Hey! Iedereen oplet allemaal. Oké, daar komt ie. Oh, hebben we allemaal zoveel zin in bingo. Ja, natuurlijk hebben we allemaal zin in bingo. Want dit is het leuze uitje van de week. En iedereen doet altijd mee. Oké. Pak je bingo dabbers maar erbij. We draaien even door. We draaien even door. Maar niet zelf doordraaien. Nee, dat doet alleen dit rad. Oké, daar gaan we. Het is bal nummer 55. Plop. Ja, heb ik niet. Yay! Ja, dit is sick. Oh. Ja, dit is echt nice. Dit is echt... Blij jongen. Wow. Ja, hij doet het ook goed. Hij is mooi, jongens. Hij is echt... Goed handvat dit ook. Ja, dit is echt nice. Ik had dit echt niet verwacht, serieus niet. Ik had eerlijk gezegd inderdaad knophoudslingers verwacht. Ja, en dat was het. Voor de rest niks. Nice. Dus ik ben, ja, ik ben echt super gelukkig. Ja. Ja, het stond niet op mijn lijstje, maar ik had niks op mijn lijstje. Dus dit is geniaal bedacht van jullie. Je hebt niks op je lijstje? Nee. Wil je dan ook een cadeautje van mij? Heb je een cadeautje? Ja. Echt? Ja. Echt? Oh, dat had ik niet verwacht dat je een cadeautje mee had. Tuurlijk. Dat is lief. Nou super, die moet er even bij dan. Wow, het is goud. Oh mijn god. Ik denk dat je geen idee hebt wat het is. Nee, dat heb ik. Zit ook ingepakt, hè? Nee, er zit ook iets onder. Oh, ik denk dat het iets met tennis te maken heeft. Nee, ik denk iets met vissen. Echt? Ja, ik zie hier al een heel erg mooi bakje. Ja, maar je hebt echt bakjes tekort. Ja, dat klopt. Oké, okay. Open het bakje. Mm. En dan ga ik nu deze uitpakken. Prachtig ingepakt. Oh, dit is de hemel. Oh, de roze. Het zijn de roze. Het zijn de toppers. De toppers van de toppers. Oh mijn god, zoveel gast. Zoveel. Holy moly. Ik ga echt... Het zijn net Pokémon kaarten. Ja, ik ga... Oh, dit ruikt ook. Dit ruikt lekker. Ja. Oprecht. Dit zijn echt mega... Oh gast, wat vet. Ja, echt heel mooi ook. Ja, echt sick. Kijk, die past precies. Nee, super sick. Dit zijn echt hele mooie. Dit zijn hele vette dames en heren. Ja, super sick, gast. Super sick. Dankjewel. Alsjeblieft, joh. Top. Dankjewel, Myron. Give me your hug. Alsjeblieft. Super lief. Dankjewel, Nicole. Hey, stop er ook. Hij is nu blij. De mooiste taart die ik ever heb gekregen. Ja, en tot nu s'nachts, hè? Ja, echt bizar. Zelf van jou moet slapen op te geven. Ja, ze heeft zelfs op de bank geslapen. Dankjewel, Mitch. Oh nee, ik mag er niet aankomen. Mitch moet op bed gaan slapen. Ja. Dankjewel, Lars. Gefeliciteerd, man. Echt super lief. Echt bingo set, vis set, de taart. Ik wil deze zien. Kleurtje. Die is fancy. Die is echt heel fancy. Blim. Nice. Oké, okay, het is tijd om de taart te gaan aansnijden. Wat doe ik zeg maar? Eet je laag voor laag of doe je dit helemaal of zo? Ik denk laag voor laag, ja, toch? Ja, laag voor laag doen. Ja, laag er zit zeg maar hier tussen ook een kartonnetje en er zitten soms ook wat prikkers in. Dus je moet even die bovenste laag niet op. Maar... Oh, kijk daar gaat hij. Oh, dit snijdt zo lekker. Echt sick. Kijk eens even. Oh, prachtig hoor. Oh, er zit jam in? Ja.
Oh, sick. Nou. Hoe ziet de binnenkant eruit? Zo. Nice. Lekker smikkelen maar. Is goed, Enzo. Ik zal vanaf hier filmen dat je mooi licht op je sixpack. Wat zei je? Dat als ik vanaf hier film je mooi licht heb op je sixpack. Op me? Sixpack. Oh. Die daar. Oh. Hey, ik heb iets vets. We hebben even taart gegeten. We hebben even lekker gedoucht, even opgefrist. Maar we zijn pas fris. Oh, dat heeft niet gewerkt. Zal ik het nog eens proberen? Ja, je moet hem... ik ga het nog eens proberen, dames en heren. Komt-ie, ja. Ik denk dat het wel gaat lukken. Zo! Woo! Sick! Niet alleen de rode, zwarte, de 50-50 hoodie is gedropt. Maar deze is vandaag ook gedropt. Gloedje nieuw. Hij was laatst in het roze. En er werd zo vaak om gevraagd. En zo, wanneer komt die roze weer? Geen probleem. Roze komt eraan. Maar we hebben hem ook nog in het grijs. En ik kan jullie vertellen, we hebben hem ook nog in een andere kleur. Maar die komt de andere keer. Maar, ik heb vrienden. Ik heb vrienden. Je hebt vrienden? En die willen ook wel eens wat. Nou, helemaal leuk. Ja? Ja hoor. Dus, toevallig heb ik een maatje L extra per ongeluk meegenomen. Maar ik weet een goed adres. Kijk staan, jongen. Oh, moet ik hem ook zo magisch aantrekken? Ja, zal ik jou slaan? Dan heb je hem om. Hij heeft mij ook geslagen. Hij heeft me geweld, hij heeft mij ook geslagen. Ik heb Mario ook geslagen. Hij heeft mij ook geslagen. Maar slaan me dan omhoog. En toen had ze hem ook in één keer aan. Omhoog. Op je hoofd? Ja? Oké, okay, alleen dan lukt het. Wat? Zo hé. Nice. Nog power magie. Oh ja, en deze die je gisteren mocht lenen voor Thijs Vissen. Ja? Mag je ook houden. Echt? Ik ben een goede vriend. Gelukkig maar, want hij stinkt ook nu naar vis. Ik hoef hem niet meer terug inderdaad. Maar nice, even fris en fruitig. Dat was wel even fijn inderdaad, want vis... Zet nog een verjaardag cadeautje. Dit is jouw verjaardagscadeautje. Ja, van de jaar, Giel. Zo, dames en heren. Welkom bij de Helium Show. We hebben 4 kandidaten. Ik ben kandidaat nummer 1. Daniel kandidaat nummer 2. Lars kandidaat nummer 3. Maar we hebben een special guest vandaag. Kandidaat nummer 4. Yes, let's go. Hugo. Ja, we moeten serieus blijven. En Daniel die gaat zeg maar met de heliumballons ons proberen te laten lachen. Jij bent kandidaat nummer 1. Oh ja, ik moet jullie eerst laten. Ja, jij bent kandidaat nummer 1. Ben je er klaar voor? Ja. Ja. Ik moet zelf wel lachen. Ja. Jongens, we zijn serieus. We zijn niet serieus. Nou, ik zal jullie eens wat vertellen waar jullie absoluut niet om gaan lachen. Je hebt 3 goudvissen. De 1 heet Daniel, de 2 heet Lars, de 3 heet Hugo. En die goudvissen zaten in een vissenkom. En die vissenkom staat in het huis van Freek Vonk. Freek Vonk, die loopt naar de keuken, pakt een mes, steek jullie allemaal in de rug. Ja, allemaal in de rug. Steek het zo in de rug. Het is echt zo slecht. Ja, maar jij hebt het niet overleefd. Nou, Daniel. Oh. Je hebt allemaal gelachen. Ja. Ja, en de pies hebben we gehoord. Oh, holy shit, dat was echt een soort van een hoog knal. Ja. Serieus, hij klapte fucking raar. Jij schrok ook gewoon. Ja, ik schrok fucking hard, man. Maar wel van binnen. Dat was een inwendige schrik. Ja. Oké, ik pak even een nieuw ballon. Wat een ervaring. Dit is echt geweldig. Hey Enzo, wil je een kusje van mij? Dit is echt gewoon zo raar. Lars, mag ik je baard aaien? Hey, jij is een krul! Ja, je bent wel het verst gekomen. Ik probeer het niet eens bij mij. Nee, ja, ik kan niet genoeg lukken. Oké, okay, Lars. Daniel heeft het meest laten lachen, 2 van ons. Hé, maar heb ik iedereen laten lachen of iedereen laten lachen? Ja, nee, maar ja. Zo werkt het niet. Ik heb een nieuwe film voor maar je. Maar ik weet gewoon nu al dat ik bij iedereen ga lachen. Ik ben echt te
Ik moet heel bang, maar dan weet je het gewoon. Ja, iedereen lacht. Hé, hey, dat was makkelijk, hoor. Nee, ik lach niet, niet. Kokkabeltjes! Shout out to Maren. Oh mijn god, check dit. Check dit. Wat? Blauwe lippen. Check jouw lippen. Die zijn helemaal blauw. Mooi hoofd. Ligt in je hoofd? Ja. Ruik mijn scheetje. Zo. Oké. Ik ben benieuwd. Special guest. Hallo. Dat is net iemand die voor de eerste keer bloot of zo. Die voor de eerste keer een huisje neemt van een jointje. Goed gedaan. Trouwens, Daniel. Ja? Nee. Trouwens, Daniel, ja. Ja? Nee. Vind je mezelf grappig? Ik moet altijd heel hard lachen op eigen grappen. Nou, ik vond hem goed. Ik vond hem goed. Ik moest niet lachen. Bijna lachen. Geen wij gingen helemaal stuk. Ken je dat filmpje van dat meisje die voor de eerste keer heeft gebloot zo? Papa! Papa! Ik moet je iets halen! Dat was een beetje Hugo voor de eerste keer. Ja. Ik had het ook nog nooit gedaan. Of één keertje volgens mij. Trouwens, dit is absoluut geen lachgas. Dit is helium. Helium wordt gebruikt om bijvoorbeeld feesten te versieren met ballonnen. Het is helemaal niet de bedoeling dat je dit eigenlijk gaat inademen. Heel even zo klein beetje zoals wij nu doen, even lacherig. Hè? Dat, heel klein beetje, dat, één ballonnetje of zo, dat kan vast geen kwaad. Maar je moet niet zo'n hele tank leeg gaan zuipen of zo. Ik zou het sowieso niet adviseren. Oh, jongens, het bindt zich niet in je bloed. Dus het is op zich veilig. En het is een licht gas, dus daarom gaat het ook omhoog. Het is lichter dan lucht. En daarom vervormt je stem ook. Want je stem moet door je stembanden. Ja. Nou, is raar. Maar het, waarschijnlijk wordt het niet geadviseerd door dokters dat je dit moet gebruiken. Dit is even het moment. Wij zijn professionals, doe deze stunts niet na. Zal ik een lied zingen? Ja, doe maar een lied. Lonely, I'm so lonely. Lonely, I'm so lonely. I want nobody on my own. Hey, ik ben Milan en ik heb een piepstem. Yeah, la 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 la. En komt ie. Oh, daar komt na het N in het alfabet. Echt? Ik wil fietsen. Wat ga je nou weer doen? Ik zeg net niet te veel gebruiken. Nee, wacht even. Op wat? Schrok. Ja, zullen we elkaar dissen? Met lelium op. Nee! We kennen Hugo te slecht om ja, te dissen. Ja, ik ken hem niet genoeg. Nee, maar ik heb wel leuk. Maar ik heb ook wel een goeie hoor. Ik ken hem een half uurtje. Ja, Hugo, moet jij je niet een keertje scheren met een puberpluis op je gezicht? Met een wat? Puberpluis. Iedereen heeft altijd opmerkingen over. Maar ik vind het gewoon mooi. Gewoon, je hebt zeg maar beginner en je hebt professional. Ja. En je hebt baby. En je hebt baby, ja. Ja, je hebt... Ginger. Maar als ik het lang groeien, wordt oranje. Ja, dat is zo... Bang! Nee, schrik niet. Yo, je handen waren aan het trillen. Stop. Oké, zo hoog mogelijk gilletje. Kijk, zal ik even zonder helium doen, zonder helium doen en met? Ja. Wow. Hey, dit lijkt op die ene vogel die 130 decibel maakt. Daniel liet net een filmpje aan mij zien. Er bestaat een vogel op deze planeet. En die vogel die kan gewoon... Het luidste dier dat er is, 125 decibel. 125 decibel, dat is gewoon bijna harder dan mijn Lambo. Dat is echt insane. En dat is gewoon een vogel, moet je nagaan. Waarom moet je inhaleren met scheetje? Wow! Ik zweer het, gaat hoger met helium, man. Ja, sick hoor. Oké, dit was lachen, dames en heren. Was gewoon even lachen, zo tussendoor was lachen. Au, god. Oh, dat was precies op mijn pijnlijke plekje. Dit was niet mijn idee. Nee, ik had net ook bij hem gedaan. Maar goed, wil je wat zien? Ik ga mijn broek even uittrekken, want hij heeft me al teruggepakt. Wacht. Lars, wat doe je? Het valt mee.
Hey, Boas. Hey, Boas. Ben je er ook gezellig bij? Net sloeg je dus op mijn been met zijn platte hand. Is dat Boas? Ja. Ja. Wist je dat niet? Maar dan Boas met een snor. Nee, Boas met een planeet eromheen. Jou ook, hè. Kijk. Ja, Lars die heeft dus serieus ooit een challenge verloren of zo. En toen ging die Boas laten tatoeëren op zijn been. Dat is dus Boas. Toen hij 13 was. Ja, nee, dat is zijn mentale leeftijd. Sorry, ik deed niet expres trouwens, dat vind ik. Nee? Nee. Goed. Het ging voor ongeluk, hè? Ja, ik schoot uit. Oh jee, mijn hand flipt weg. Wakker worden, wakker worden, wakker worden. Ik heb heel even mijn ogen dicht gedaan. Ik sliep om 2:55, ja, viel ik weg. En het is 2:50. 5 minuten geslapen, helemaal top. Nice. Veel slaap in gehad. 5 minuten. Nee, we gaan gewoon vanavond eerder slapen. Nee, we gaan pas slapen om verjaardag. Als ik zeg dat we gaan slapen. Oh. Nee, we gaan even wat lekkers smikkelen. Dat hebben Myron en Daniel in elkaar geflanst. Jeetje, Mina. Wat een verwennerij, hè, voor mijn verjaardag. Kijk eens even. Ongelofelijk. Lekker, hè? Oh, heel erg nice. Ja, 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 ja. Rug. Pijn. Nee, ja, rug. Oh, ik dacht van die tent, krijg je rugpijn. Ja, heb je dit even gemaakt, hé? Ja, we hebben weer wat... Nice, heel erg nice. Caesarbroodje. We hebben echt heerlijk gegeten. Echt, die burger, mwah, perfecto. En kijk hoe perfecto dit ook is, hè. Ik heb mijn bakje, kijk, heb ik nu helemaal verzameld en bij elkaar gedaan. Hier nog alle ja, verpakkingen en zo. Maar check eventjes, dit is toch super satisfying om te zien. Gewoon alles netjes opgeruimd. Ik heb van elk setje 2, behalve de roze. Daar heb ik gewoon alles in gemieterd. Want ja, die roze is gewoon echt beast. Oh, er komt nog eentje bij. Oeh, dit is ook een goeie hoor. Nice. Oké, let's go. Dit is een hele blije vis. En dit is een hele teleurgestelde Daniel. Dit ga je niet geloven. Maar we zijn dus hier bezig met een beetje de aasjes eraan doen en zo. En dus zoals je ziet, een beetje knippen, een beetje nylonlijntje, een beetje voorlijntje, een beetje dit, dat, zo. En we staan hier en er komt een jongen voorbij lopen. En Daniel is daar aan het knopen. En de jongen die loopt hier langs. En Daniel zegt in één keer, pak hem aan, los! En de jongen, wat? Breekt zo Daniel zijn hengel. En weet je wat het zure is? Daniel heeft een paar dagen geleden zijn duurste hengel gebroken. En dit was zijn tweede duurste hengel. Ja, dus Daniel. Ja, ik ben meer dan 1000 euro armer nu op dit moment. Ja, het is echt bizar. Serieus, we stonden daar en die jongen zo. En die breekt zo zijn hengel. Nou, ik zal hem niet laten zien, want hij ligt in de bus daar. Zielig te wezen. Maar dit is echt triest. Je mag hem wel zien. Ja, ga je hem laten zien? Krijg je dat over je hart? Ik ga even zo'n harde schreeuw net dat zelfs mijn stem gewoon nu weg is. Die jongen struikelde dus over Daniel's hengel. Gewoon afgebroken, die hele top. Helemaal versplinterd, ja. Ja, nee, dit is echt super zuur. Dit is echt super zuur. Dit is echt balen. Maar goed, ja. Daniel die heeft even gegevens uitgewisseld met die gozer. En, want ja, was een jochie van, wat zal het zijn, 15 jaar of zo. En sowieso doe je zoiets niet expres, lijkt me. Die was gewoon onhandig, die was niet aan het opletten en die zag de hengel niet liggen en die struikelt eroverheen. Terwijl we het echt gewoon hier zo in een groepje bij elkaar hadden. Maar hij liep gewoon te dicht langs bij ons. Ja, super knullig. Maar goed, ondanks dat gaan we nu, als het goed is, toch beginnen. Het is echt super vaag weer vandaag. Het is gewoon alles door elkaar heen. Regen, zon, bewolkt. Maar nu is het gelukkig droog. Myron die is even een paar worpjes aan het doen. Want Myron die heeft nog nooit een snoek, een snoekbaars of een baars gevangen in het wild. Op open water, zoals hier. Dus ik hoop dat Myron de gouden worp in handen heeft. Ja, weet je wat het is? Er zijn zo ongelooflijk veel mensen tegenwoordig aan het vissen. En voornamelijk ook hier in Amersfoort. Dat ik heb zo'n gevoel dat het gewoon leeg is gevist, eerlijk gezegd. Het is bizar hoeveel mensen tegenkomen nu met vissen. Het is ook niet zo goed als vorig jaar. Nee, hè? Maar dat kan ook aan de stroming liggen, hoor. Dat het gewoon te weinig geregend heeft de laatste tijd. Ja? Dat kan er echt aan liggen, ja, ik weet het niet. Vorig jaar was het heel goed. Eerst ja. 2 weken van de opening van het seizoen. Vingen gewoon niet overdreven met z'n tweeën of met z'n drieën, gewoon 50 vissen per dag. Baars en snoekbaars, alles door elkaar. En nu verspreken we jongens, die vangen niks. Ja. Maar de 2 jongens hadden een mooie snoek, 2 snoeken hadden ze. Oké. Okay. Die hadden op het kanaal daarachter gezeten. Nou, ik hoop dat we nog iets gaan vangen dan. We gaan ons best doen. Daar, het kantje daar is iets beter. Dan botst dat water tegen de kant op. Oké. Okay. Wil je daar proberen? Ja, is goed.
Myron straks langs. Straks. Nee, ik bedoel... Oh, kijk, wow. Wow. Ja, een boerenzwaluw. Leuk. Geniaal. Die vlogen echt dichtbij. In, als een zwaluw heel laag vliegt. Is dat zo? Ja, toch, Daniel? Ja, dat zeggen ze. Nou, ik ben benieuwd of het gaat onweren straks. Ja, perfect. Heel mooi gegooid. Hé, hebben de boerenzwaluw weer. Dat je zo doet en dat zo vol tegen je bakjes vliegt. Zo, zo, je wilt het toch kus, lul? Als Myron een vis vangt, dan eten wij sushi. Sushi, sushi. Nu denkt Myron, nu moet ik wel een vis vangen. Ik zet de camera aan. Ik zet de camera aan en je gaat onderuit. Ja. Nice. Hey, babe. Hey Daniel. Ja. Daar in het midden. Kom op, hè. Hey, kijk uit. Komt ie, hè? Jij zei dat één bij de buurt kwam, hè? Je kunt dat ook een paar keer aanbeven. Dikke billen! Ja, 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 ja! Wat zei ik je? Je zei het. Ik zei het, hè? Je zei het. Ik zei het. Die is schattig. Yes! Yes! Enzo die riep mij, die zei, er kwam een baars achter mijn aasje aan. Maar dat, die baars, dat aasje, kan je best begrijpen. Hij is net groot. Besef. Maar die kwam deze pakken. Die aars. Die baars ging op deze af. Zoiets, hij had hem, ja. Hij had hem in zijn mond, maar net niet tot de haak. Want kijk, de vergelijking, de baars, is gewoon de helft van deze. Ja. Wat de heck. Yes. En Daniel zei, let op, als het een baars was, ga ik hem vangen. En hij doet deze aan zijn hengel en hij vangt hem. Sick, hè? Dat is teamwork. Ja. Gun ik hem zo erg, hè, Daniel, op dit moment. Lekker. Ik hoef zelf helemaal niks te vangen. Dit is top voor Daniel, echt. Toppie. Ook al is het een klein baarsje, ik ben echt heel blij. Lekker, gast. Dat is dus precies degene die de hele tijd achter mijn aasje hier aan zwom. Het is altijd er twee of drie achteraan, ik zweer het. Ja? Nou, we gaan er nog maar in vangen dan. Nou, ik ben super blij dat Daniel dus nog even een vis heeft gevangen, want hij zat echt helemaal doorheen. Dat was zo ontzettend sneu, hè. Twee hengels in gewoon twee weken gewoon kapot. Het zijn twee beste hengels. In ieder geval, we gaan er vandoor. We hebben natuurlijk nog bingo te spelen. En nog wat andere leuke dingetjes. Dus we gaan snel weer naar huis. En er komt nog bezoek, hè? En er komt nog bezoek. Oh ja, er komt nog bezoek. Waarschijnlijk nog met een verjaardagscadeau. Yeah. Yeah. Jeetje, jij hebt veel cadeautjes. Easy man. Ik zit toch veel koek te eten. Ja, maar hier staat op. Dit pakketje mag natuurlijk pas op 8 juni geopend worden. Ja, en dat is het vandaag. Hey, top, hè? Dus maak maar snel open. Als je het niet snel doet, doe ik. Ik heb een lampje daar, hè? Deze heb ik mezelf cadeau gedaan. Want het zijn... Dat is echt iets voor Enzo, hè? Elke verjaardag, ik heb mezelf dit gekocht. Ja. Gewoon een excuus om even iets voor mezelf te doen. Zodat je zeker weet dat je toch iets krijgt wat je leuk vindt. Precies. Kijk, deze zijn reflecterend. Dat zie je nu zo met de fles niet goed, denk ik. Nee, dat zie je niet. Zal ik even een foto maken? Wauw! Super gaaf. Ja, daar ben ik heel blij mee. Nou, dankjewel Enzo. Had je niet hoeven doen. Nou, toch gedaan. Maar toen haalde ik die schoenen haalde ik uit deze doos. En toen stond er dus dit. Surprise. Dit pakket mag natuurlijk pas op je verjaardag geopend worden. Hij is best zwaar. Het is een opblaasbare fiets. Nou, ik denk dat het een Lamborghini is. Ik denk dat jullie allemaal even je mond moeten houden. En de jager Job het even allemaal moet laten doen. Inspecteren. Ik denk dit, ik denk dat. Ik denk dat ik wat krijg en jullie niks. Dat denk ik. Nou, ik ben over 4 dagen ook jarig hoor. Dus dan krijg ik ook waarschijnlijk wel cadeautjes. Ik heb ook wel wat voor jou, joh. Holy shit, gast. Hey Enzo, alle... Oh, Nicole en Boma stonden tegelijk op mijn wilde. Jij zegt holy shit, dan wil ik zien wat het is. Maar ik zag het dan wel. Eerst even lezen. Hey Enzo, allereerst van harte gefeliciteerd met je 27e verjaardag. Bij deze wil ik je enorm bedanken voor al onze deals de afgelopen tijd. Grills House gaat momenteel steeds beter en beter en dat is indirect natuurlijk ook aan jou te danken. Aan de eerste vlog waarin we je opa en oma Yeezys gegeven hebben. Yeah, dat was echt gruwelijk. Shoutout naar Grills House. Dit heeft me destijds een flinke boost gegeven. En mede daardoor ben ik nu KVK ingeschreven en heb ik nu een officiële website. Ik wil je op deze manier laten weten dat ik je erg dankbaar ben voor de kans die ik gekregen heb. Maak er een mooie verjaardag van. Groetjes Dani. Hey, dat is tof, man. Dat is cute. Dat is love. Dat is echt love. Dat is echt love. Love. En kijk dan. Supreme. 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 Yeah. Sick. Maar check dit. Dit is nog veel sicker. Kaboom. Wow.
Die is gruwelijk. En weet je nog dat ik dit standbeeld, dit beeldje, ooit een keer met zo'n veiling gevonden? Ja, klopt. Die heb je aan Milan gegeven. Ja, die wilde Milan heel graag hebben. Dat beeldje had ik gevonden met een veiling. En die was echt iets van 400 euro waard of zo. Ik had online gekeken, is echt sick. Dat ding kon je niet meer bestellen. En dat beeldje had ik gewoon gevonden. Helemaal gloednieuw in verpakking. Ik wilde hem verkopen. Milan zei ik wil hem wel. Dus toen heb ik hem aan Milan gegeven. Super sick. En nu heb ik daar een t-shirt van. Maar dat is niet de enige, zie ik. Oh mijn god. Check dan. Meerdere. Wauw, die is ook vet. Die is ook super vet. En check dit. Wat? Ik heb gewoon cookies. Oreo Supreme. Supreme Oreo cookies. Wat de heck? Gruwelijk. En kijk wat ik nog meer heb. Een klusset! Oh mijn god! Van Virgil van Off-White. Ja, dat is Off-White, hè? Nee. Oh, is van Ikea? Het is Virgil, Abloh versus Ikea. Ja. Niet meer van Off-White, niet meer geen Off-White. Nee. Virgil Abloh. Oké, ja. Dus de designer van Off-White deed Virgil Abloh en die heeft samenwerking met Ikea gehad. En het is een klusset. Dit is super nice. Voor mijn dagelijkse klus momentje. Die jij nooit hebt. Hè? Een klevende spijker! Yes! Ik heb 3 klevende spijkers gekregen. Dat is fijn. Ja, dat is super fijn. Voor schilderijen ophangen. Klopt. Wat is er dan breekbaar? Nu moet je nog een schilderij krijgen. Nee, dit is. Ik denk dat ik al weet waarvoor dit is. Is dat niet voor. Ja, wacht even. Dames en heren, dit hebben jullie nog niet gezien, maar wacht even. Ik ga erbij pakken. Kijk, daar heb ik ze. Ik weet waarom hij ze heeft gekocht, die klevende spijkers, en aan mij heeft gegeven. Kaboom! Voor mijn skateboards. Nice. Kan ik ze ophangen? Super sick, hè? Ja. Want deze heb ik namelijk besteld bij Grills House. Omdat ik het zo gruwelijk vond. Ik bedoel, come on. Supreme met Lamborghini. Super vet. En dan heb ik nu van die klevende spijkers. En die kan ik dus op de muur doen. Kijk, want er zijn 2 per setje. Dus 2 voor deze, 2 voor die, 2 voor die. Nice. Moet ik even een mooi plekje hebben. Dan kan ik deze ophangen. Vet. Dani, shout out naar jou, man. Gruwelijk. Echt heel erg vet. Die koekjes ga ik lekker opeten. Oh. Nee, grapje. Volgens mij zijn die best duur. Ik hoorde, Boas net aan mij, oh nee, jij vroeg net, Miron, wat denk je dat die koekjes nu kosten? 40 euro voor zo'n pakje. 40 euro? Ja. Dit. Ja. Dan kan je dus gewoon een hele kast vol met normale Oreo's kopen voor dat koekje. Dit is 40 euro, dit pakje. Nou, gaat er helemaal nergens over. Ik ga hem opeten. Nee. Ja, ik durf niet te eten. Kijk, ik kan er niks goeds mee doen. Als ik dit nu ga eten, zeg ik, oh, en zo, even zoveel geld, een koekje 40 euro eten. Terwijl ik gewoon trek heb. En als ik er niks mee doe, dan, ja. Dan bederft hij, dus eten we er maar gewoon op. Dan laat je het koekje gewoon liggen. Dus ik kan niks goeds hiermee doen. Tot wanneer? Oh, kijk hier. 29 juni 2020. Ik heb niet lang meer. Laat weten, dames en heren, wat ik met hiermee. Dit is een dilemma. Ik krijg dit super lief, maar ik durf niet op te eten. Laat weten in de reacties. Wat moet ik hiermee doen? Sick. Nice. Thanks. Ik ga met het liftje naar beneden. Piep. Het is zo ongelooflijk goed gelukt. Ik heb dit samen met Lars gedaan. Je mag ons buurman en buurman noemen. Kijk eens eventjes. Zo ongelooflijk sick. En ze hangen gewoon perfect, precies op dezelfde hoogte. Precies allebei een klein naadje ernaast. Dit is toch gruwelijk. Ik vind het echt heel erg vet. Ik vind dat wij het goed hebben gedaan, Lars. En daarom trakteer ik jullie op mijn verjaardag allemaal op sushi. Dus geniet ervan. Dank u. Genieten, 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 geniet ervan. Mees, geniet er ook van. Ik heb al geen. Mees die had al even een pizzaatje gegeten, want die vindt sushi niet zo erg lekker. Maar bij mij gaat dat wel even naar binnen. En het is bijna tijd! Oh, hey. Hallo. Is het vast? Wow. Oh mijn god, dit kan alleen de Bingo Master. Nee, wow, je hoort niks. Nee, vanmiddag ook al. Nee, dat deed je helemaal niet. Nee, helemaal niet. Nee, dat kan alleen ik. Ja, dat deed jij deed het ook. Jij deed het vanmiddag. Pannenkoek. Oh, deed ik dit vanmiddag ook? Ja. Oh, deed ik dit vanmiddag ook? Ja, sowieso. Dat kan alleen ik. Zo leuk. Zo leuk. Bijna is het ver. Met prijzen. Dames en heren. Welkom. Wat ik als eerste even ga doen, is deze uitpakken. Dit zijn namelijk de bingo kaartjes. Mag ik deze uitpakken? Nee, dat mag ik alleen. Hé, hey, geef hier, Mees. Kom maar hier. Anders ga jij het uitpakken. Ja, dat is goed.
Mees. Ik scheur je kaartje door midden, hè? Kan je niet meer meedoen met Lingo? Wat is de prijs? Dat wil ik wel eerst weten. Ja, dat ga ik zo vertellen. Wat een vreselijke vent. Ja, dankjewel. Ik ben een hele lieve jongen, want ik laat jullie allemaal een eigen kleur kiezen. Roze. Nee, grapje, zo werkt het niet. We gaan met deze kaart werken. Ja, kijk. Heeft iemand nog zin hierin? Of zullen we gewoon allemaal weggaan? Het is mijn verjaardag, dus jullie blijven godverdomme zitten. Ja? We blijven allemaal zitten. Groen! Mijn kleur! Ik ga nu even de bingo dabbers uitpakken. Deze zijn wel echt heel erg leuk. Dit is echt leuker dan het doorheen drukken wat we bij Milan deden. Milan heeft stomme bingo. Even kijken hoor. Oh, wat gaaf. Ja, kijk. Er komt nu inkt. Kijk, hij is nu rood. Nu moet je even inhouden. En dan komt er allemaal inkt naartoe. En dan zie je. Kijk, het is dan plonk. Kijk, de middelste is free play. Dus die kan je al gewoon... Kan je al gewoon een stipje geven. Ja, oké! Dan gaan wij nu beginnen met bingo. Oké, ik ga de camera hier op statief zetten. En dan geniet er allemaal van. Het wordt super spannend. Het zou natuurlijk ontzettend mooi zijn als ik op mijn eigen verjaardag bingo heb. Maar ik weet het niet. Wil je een vraag stellen? Moet je de hele kaartje vol of één zo'n rijtje? Zo. Ja, we spelen wel echt bingo, toch? Ja, dat is één rijtje is dat, hè? Ja. Eén rijtje, ja. Dus je moet of van links boven zo... Of zo, of zo. Maar niet zo. Schuin. Jawel. Jawel. Want anders heb je toch niks aan die free play? Ja, alleen zo. Jawel. Gewoon zo en zo. Ja, maar die free play is juist voor dat kruisje, omdat het zo cool is. We doen ook schuin. Orde aan tafel. Dames en heren, ik heb een nieuw systeem. Namelijk een nieuwe bingo set. Ik heb een nieuwe speeltafel. En ik heb een cameraatje hier. Hallo! En als ik dan een bal ga rollen, dan kunnen jullie dat allemaal mooi bekijken. Nou, wie is klaar voor de eerste bal? Hij heeft een vraag, meneer. Oh. Heb je ook zo'n sexy assistent? Ja, die zit daar, maar die speelt nu mee. Nog meer onnodige vragen? Iemand? Boas? Wat is er voor plassen? Dan vraag ik toestemming aan mij. Mees? Ik vind het licht een beetje fel. Dan heb ik pech. Boas? Mag plassen? Nee. Oké, de allereerste bal. Iedereen mag een gok doen. Je moet de kleur en het cijfer goed doen. G55. O69. B46. I22. BL. Wat als je dit goed hebt dan? B7. Dan heb je al gewonnen. Oh, oké. Oké, dan gaan we de allereerste bal. Oei. B5. Die heb ik. Echt? Op mijn kaartje. Echt? Nice! Boas heeft de eerste, leuk! Je draait de verkeerde kant op. Hij kwam maar uitrollen. B1! Yes! Kijk, ik maak mensen blij met bingo. Wat was de prijs? Ja, dat heb je nog steeds niet verteld. De prijs is het gloednieuwe t-shirt van knolpower.nl. Oké, okay, let's go. Met een skateboardje. Neem maar blauw. Het is B12. Ja, die heb ik. Opletten. Daar komt de volgende. I19. Ja. G49. Ja. Ja. Vinden we het nog leuk? Ja. Bingo. Kom dat zien. B9. Yeah. We hebben al 4 blauwe ballen. No? Wat? Blauwe ballen. Hey! Yeah. Blauwe ballen squad. Yay! Eentje is anders. Oh, een groene. Het is deze keer G4. Een 50. Yeah. Ja, die heb ik! Yay! Serieus? Ik denk dat ik als eerste bingo ga krijgen. Ja! Woe! Geen tijd om te gapen! Kom op! We gaan door! Het is alweer een blauwe! Het is B8! Die heb ik al! Die heb ik! Woe! Ik weet zeker dat een van de buren straks gaan bellen van de geluidsoverlast. Maar daar gaan we! Het is mijn verjaardag en het is bingo! Het is G5! En 50! Woe! Die heb ik ook! Yay! Yay, mees! We hebben die! Team Groen! Yes! We gaan door naar de volgende! Duurt niet lang, I26! Ja!
Dames en heren, deze keer een gele, bijzonder moment. De allereerste keer gele bal. It's O70. Hey! O70. Dames en heren, we doen nu even een bal voor Nicole. Het is O75. Yeah! Alsjeblieft, Nicole. Dankjewel. Dat is mijn talent. Ik dacht dat jij een ander talent had. Ik heb ook een ander talent en dat is bingo voor de eerste keer halen met je eigen bingo-apparaat. Daar komt ie. Het is I24. Ja, maar als je niet hem niet hebt ingezet. Dames en heren, opletten, opletten, kom dat zien, komt te zien, want voordat je een bal mist... N32! Dat mag alleen ik zeggen. Jij was te sloom. Het is N32. Echt waar. Dames en heren, het is... Ja, jij dacht dat te zien, maar dat kan je niet. N41! B7! B13. Ik heb hem niet, maar misschien jullie. O61. Ja! Ik heb er nog maar één en deze zal de eerste keer. Ja, ik hoef ook nog maar één. En dat zeg je niet eens. Nee. Dames en heren, B15. Oh, het is een witte. N34. Yeah, eindelijk. Die heb ik ook. G nummer 50. Vind je wel leuk hoor, spannend zo. Ja, spannend. Ik vind het echt, ik heb een lekker handvat ook hier. Het is een witte bal. Het is bal nummer 40. Dames en heren, deze keer een gele, leuk voor de verandering. Een O62. Yes. O67. Oei. Dames en heren, een witte. En 42. Wie heeft er bijna bingo? Ik heb op 3 bijna bingo. Ik heb 3 of 2. Heel spannend dit. We gaan snel door naar de volgende. Het is een blauwe. Voor de zoveelste keer. We hebben bijna... Die wil ik niet. Nou, we hebben heel veel blauwe al gehad. Het is B nummer 2. Het is een witte als eerst. En 39. Dan hebben we nu een groene. G59. Hey. Verdorie. Dames en heren. Het is I25. Oh, het is alweer een rode. Dames en heren, het is I nummer 30. Ik heb oprecht gewoon een hoog hart. Ja. Wow! Yes! 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 Wow! Ik zei het toch! Eerst even checken. Kijk! Ik zei het! Ik zei het! Met mijn eigen set, mijn eigen bingo, mijn eigen ballen, mijn eigen... B30. Drummers! I30. Wow! Yes! Maar jij mag dat niet meedoen, want jij bent... Zo. Yes! 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 Wow, ik ben zo blij! Oh, ik ben zo blij! De bingo is officieel goedgekeurd. I am the champion! No! Dames en heren, het is bizar. Ik zei het al, als het gebeurt dat ik bingo heb met mijn eigen set voor de eerste keer. Dit gaat een geschiedenisboek in. Dit vergeet ik nooit meer. Alsjeblieft, alle bingo hoor, staat even weten. Dit is toch top? Wat zeg je nou? Ik zeg niks. Dit is toch fantastisch? Nou, fantastisch! Laten we doorgaan. Gefeliciteerd met het shirt dat je al hebt. Ja. Ja. Al ook aan hebt. We hadden een tweedehands shirt moeten dragen. Leuk voor ons. Jij organiseert een bingo en je wint zelf. Dat vinden wij niet leuk. Niet oké. Okay. Deze was ook voor Spek en Bonen. Want hij draait. Yeah. I got the bingo. I got the bingo. Hey. Mag niet helemaal op praat komen. Nee, en er zijn nieuwe regels met deze bingo. Er is maar één winnaar. Ja. En dat ben ik. Ja. Serieus. Dames en heren, als dit geen blauw duimpje omhoog verdient, dan weet ik het ook niet meer. Nee, maar dit is sick. Ik zei nog mijn eigen... Ik weet niet. Soms dan zeg ik iets en heb ik zo'n onderbuikgevoel. En dan durf ik het niet te zeggen, want dan komt het te arrogant over. Maar het gebeurde. Ik had gewoon in mijn hoofd, ik ga bingo krijgen. Ik wist het gewoon. Ik had het handvaartje vast en ik wist gewoon, er gebeurde iets. En ik, gewoon magie en gewoon I30 en ik wist gewoon... Ik kan ook mijn hand uitleggen. Let's go! Yes! Yes! Ik heb bingo! Zo. Yes! Oké, we gaan een tweede potje. Oh, je hebt een vraag. Zou ik even voor de moed bij jou ging? Ja, die heb ik gelijk. En anders als hij niet had, was gewoon oké, de volgende. Niemand anders had tegelijk met mij bingo, dus maakt niet uit. Oké, zijn jullie klaar? Ik doe niet mee. Ik ga wel de kaartjes uitdelen. Andere kleur nu of? Welke kleur willen jullie? Geel. Rosa. Geel. Geel.
Geel is... Nou, dat doe ik niet mee. Oké, dames en heren, mogen de beste winnen, wie dat ook mag zijn. Nou, maar weet in ieder geval dat er maar één iemand als eerste bingo had en dat was ik. Oké, we gaan naar de eerste bal. Het is een witte. Het is, dames en heren, N35. We gaan nu wel wat meer tempo. Want ik doe zelf niet mee. I25. Blijven wij, dames en heren. G51. Ja. Hou je bingo dabbers bij de hand, want het is stippen geslagen. O70. Dames en heren, N nummer 4-3. Dat is dus 43. Dames en heren, het is een groene, dus dat staat voor G58. Super dit, zo. Ja, dit gaat helemaal top. Dames en heren, we hebben een rode bal I nummer 19. Nou, super. Wordt achtervolgd door B nummer 12. We hebben alweer een blauwe, B nummer 15. Dan hebben we een witte N44, gevolgd door O68. Dames en heren, kunnen jullie het nog volgen? Ja. Ja. Dames en heren, we hebben bal nummer N38, gevolgd door G48 en achterna gezeten door O63. Dames en heren, bal nummer 39. N39. En gevolgd door O61. Vinden we het nog leuk? Ja, super hoor. Mooi. Dames en heren, we hebben twee witte. Het is een verrassing. Het is N45 en N36. Och, moet nog maar één. Dames en heren, Lars moet nog één krijgen door via mijn oortje. Ja, nog één. Dames en heren, we hebben een rode bal. Staat voor knolpower. Het is I23. Dames en heren, dit is heel erg spannend. 0. Ik bedoel O74. Dames en heren, de ballen vliegen om je oren, maar blijf vooral rustig zitten. Ze raken u niet. Bal nummer I20, gevolgd door bal nummer I18. Dames en heren, we zitten er lekker in. Bent u het met me eens? Zeg dan yeah. Yeah. Oké, bal nummer O75. Hey, die hou ik erin. Dat was echt een lekkere swinger. Voor al die oudjes, hey, zeg dan yeah. Yeah. Dames en heren, we hebben een hele spannende. We hebben N34. Bingo! Wow! Hier, check hem even dan. Ik ga hem even kijken. De Bingo Master gaat hem even bekijken. We hebben... Even kijken. Dames en heren, het is helemaal waar. Lars is bingo. Top. Nee, Lars is niet bingo. Wie wil nog een keer? Lars, ik heb ook even 5 minuten hier moment. Oh ja. Ja! Wie wil nog een potje? Ja. Ik doe niet mee, hè? Lars nu ook niet. Nee. Als... Wie als laatste overblijft... Wie is de sukkel? Is een loser. Oké, dames en heren, pak je bingo. Daar is er weer bij. Laat het papiertje goed liggen. Stempel niet verkeerd, want dan heeft u een valse bingo. We gaan door. En als je bingo zegt terwijl je het niet hebt, ben je niet de grappigste van de bingo club hier bingo. In het huis. Nee, bekhouden. Groen 53. Gevolgd door, dit is wel bijzonder, G52. G52. Achtervolgd door G... nee, niet G. O65, excuses dames en heren. O65. Sorry. Maar dan wel nu weer gevolgd door een groene bal. Dat is toch leuk. Dit is bijzonder. Dit is bijzonder. Dit is een bijzonder potje bingo. Dames en heren, we hebben G53, G52, gevolgd door O65. Maar nu gaan wij weer terug naar G51. Dat zijn dus al 3 ballen op volgorde achter elkaar. Dat is heel bijzonder. Dat maak je niet vaak mee met bingo. Dus wie er nu ook gaat winnen, wint een bijzonder potje. We gaan verder, dames en heren. We hebben een gele bal, O75. Oh, er kwam nog een late bal, dat is een late bloeier. Er wordt gevolgd door N45 en achterna gezeten door politieblauw 9. Dan gaan we verder met draaien. En wie draait er? Dat ben ik, de Bingo Master. Kan je me horen als ik draai? Nee, dat dacht ik, maar dat is misschien maar beter ook. Oké! We hebben hier I nummer 20. Dames en heren, we hebben een witte bal, N39, gevolgd door I29 en I19. Ik haal... Oh, dit is bijzonder. Dit is alweer bijzonder. Ik heb N39, I29, I19. Dat is 3 op een rij. MB9. MB9, dat is 4 op een rij. Dat is bijzonder, hè? Oké, daar gaan we weer. Ik weet ook al wat mijn bingo-kreet is. Dat is oké. B15, oké. Gevolgd door groen 60. Groen is eventjes B. Hey, dit gebeurt ook niet vaak. Dames en heren, dit gebeurt ook niet vaak. Wat zijn we lekker aan het draaien.
Als je dat nog één keer doet, snij je vingers eraf. En 42! Yes! Zelfs de mensen die het niet zo leuk vonden op het begin, hebben nu een glimlach op hun gezicht. G56, het moet niet gekker worden. B1, dames en heren, we hebben N nummer 40. Gevolgd door G49 en gevolgd door B14. Wie heeft er bijna bingo? Nee. No. Niemand? Ik ga sneller draaien. Dames en heren, we hebben G57 gevolgd door O63 en N41. Dames en heren, we hebben G48. Er zitten veel in de G, hè? 48. 48. En dan hebben we I27. B nummer 4. Wow, die heb ik. Dames en heren, let op. G58. O72, gevolgd door I23. N34. N33. I17. I30. N37, gevolgd door I24. Dit wordt een hele bijzondere bal. We gaan ondertussen tijd naar O68. En let op deze bal. 1, 2, 3. Let op. Hiermee gaat Mees bingo krijgen. Nee, dat kan niet. Het is B nummer 12. Nee. Nee? Dames en heren, opletten, opletten. Dit is een bijzondere bal. Komt ie, kijk. Zo'n mooi apparaat dit. Dames en heren. En nummer 38. Oké, okay, en nummer 44. B nummer 3. O 69. Dames en heren, en 43. Bingo! Twee mensen tegelijk. Jullie zeiden tegelijk bingo. Ja. Die van Myron klopt. En die van Mees klopt ook. Dat wordt steen, papier, schaar. Veel succes. Wat een onzin. Ja. Komt ie. 3, 2, 1. Steen, papier, schaar. Dames en heren, Mees heeft gewonnen. Ik heb dus als eerste bingo, daarna Lars, daarna Mees en daarna Myron. Gezondheid. Mees en Myron, anders krijg ik ruzie met Myron, hebben het gelijk. Steenpier schaar was gewoon voor de grap. Ja. Boas en Nicole blijven over. En ik had nog helemaal niet verteld, maar dat vertel ik jullie nu. Anders had ik het ook niet verteld. Nee, je doet niet aan mee. No. Jawel. Nee. Nee, misschien is het wel leuk. Ja. Verder. Ik heb helemaal niet verteld dat degene die als laatste bingo heeft, het t-shirt wint. Ja, dat is net helemaal was niet je nog een loser. Ja, een loser met een t-shirt aan. Hé, hey, maar dit is super makkelijk, want dan doe ik gewoon alsof ik het niet door heb en dan zit er even niks aan. Nee, want dat ga ik controleren. En heb jij toevallig die bingo dabber op je neus gebruikt? Nee, zij wel. Ah. Oké, okay, toevallig die bingo dabber op je wand gebruikt. Nee, maar jij wel. Oké, okay, dames en heren, laatste potje bingo. Het is spannend potje. Hey! Ik ben bezig. Wij toch ook met een gesprek? Pak, nee, ik was eerder. Dames en heren, bal nummer 31, gevolgd door bal nummer N33. B10, I20, O62, B11, N43, B6, N42, N32. Hij is de route aan het vertellen hoe je komt in I19. Dames en heren, B nummer 4. O72, G49, O75 en N38. G54, G55, dat is weer toevallig. I16, B5 en I21. G46, oeh, ik heb drie witte. N40, N39 en N35. Dames en heren, B nummer 3. I18, I24. En I23. Dames en heren, het is zo spannend. 6GG69. Yay, bingo! Woo! Maar daar ben je nu niet bij. Dat heb ik gewonnen! Dat, dames en heren, betekent. Boas krijgt een t-shirt! Woo! Ga je mijn verrassing halen? Ja. We hebben een verrassing voor jou als jij terugkomt. Op je schoenen. Hey! Hey, wat is dit nou? Alleen voor de echte bingo master! Oh, oh mijn god!
Ik heb het zelfs op mijn gebit. Oh, ik kreeg eentje op mijn tandvlees. Ja, die was voor mij, sorry. Oh. Ja, dan lipjes getuit. Nee. Een puntje van je neus alleen nog. Nee. Dames en heren. Vinden jullie hem ook zo zielig? Nee, want dit krijgt hij terug. Van wat? De mensen zeggen het. Jij pest mij altijd, dus alsjeblieft. Nou, daarom? Ja. Ik pest jou helemaal niet. Nee, je houdt van me, ik weet het. Ik klaag je alleen. Ja, maar dan mag. Hey, maar ik heb echt geluk, want het is maatje L, precies jouw maat. Hey, dat is top. Dat is nice, ik maak het voor je ook weer een cadeautje. Dank je. Kijk, dit is het. Hey, dit is sick, joh. Dit was echt leuk. Ja, dit gaan we vaker doen. Je hebt waterpokken. Ja, ik heb hem nog helemaal niet zelf gezien. Doe's face herken ik het nog. Oh my god. Het is kijk even aan deze kant. Ja, hier, kijk dan. Alsof ik een bloedlip geslagen heb. Iemand heeft mij geslagen. Kom maar met mij mee. Ja, keep away from face waarschijnlijk. Kom maar mee. Maar doe nog. Spreek jullie later. Doe not eat. Ik pak jullie nog wel. Kom maar op. Nee hoor. Wacht maar. Ik heb jou al gepakt. Wacht maar. Bij de volgende bingo. Wow. Hey Milan, wie hebben we hier? Hey Milan is er ook aangekomen. Wie hebben we hier? Ik weet niet. Ik zie ineens iemand die heel erg lijkt op Johnny en op Frans Peria. Ik ben Barry. Barry Bafklapper. Weet je. Oh, weet je. Hey, je moet niet uit je rol. Kom, ga even kijken naar hem. Daar gaat het. Hey Johnny, Barry hier. Barry de bafklapper. De bafklapper. Hoe is het met Johnny? Ja, mijn huid doet pijn man. Ik probeer het af te krijgen, maar... Klinkt als een probleem voor Johnny. Ah. Barry is weer weg. Hij gaat echt niet af? Of is het het is er zo goed als ja, ik probeer een masker op te doen, maar omdat we daarvoor zo hard hebben geschud, prikte dat zo erg. Zal ik buiten dagcrème doen? Hier, kijk, hij gaat gewoon niet weg. Zie je dat? Ja, je niet op camera goed, maar... Hij gaat gewoon niet weg. Sick, hè? Hij gaat gewoon niet weg. Hey, weet jij wie Barry's broer is? Bali. Oh mijn god. Bali. Maar je echte broer is er wel. Milan Knaal. Hij is Milan er. Ja. Milan is aangekomen. Oh, dit prikt zo erg. Nee, serieus. Laat het heel even een paar seconden intrekken. Tuurlijk, je hebt net lopen boenen. Je hebt overal zeg maar nu gaatjes. Weet je waar ik dat mee had? Toen ik die smink eraf moest halen. Ja. Dat deed echt pijn. Dat deed echt pijn. Welke smink? Toen die paasdingen gingen sminken. Dat deed echt pijn. Dat was zoveel. Oké, dames en heren, ik ga naar bed. Ik ben kapot, nog van de nachtvissen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie enorm genoten. Super lief, dankjewel voor alle felicitaties. Love you all. Ik heb een stukje bolletje chocopasta. Dat is echt geen grap. Nee, ik heb geen pindakaas gegeten. Ik heb een bolletje chocopasta. Die ga ik meenemen naar bed met een glas limonade. Super lekker. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Als je dat al niet hebt gedaan, heb je dat al gedaan. Dankjewel, dikke vette baas. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace. Knol power.